De leukste comedylessen zijn de lessen waar we ons materiaal, waar we weken of zelfs maanden aan hebben gewerkt, te mogen uittesten op een live publiek in een cafeetje. En aan de hand van hun reactie kunnen we weten of we goed bezig zijn of niet en waaraan we nog kunnen werken. Wat ik vooral onthoud uit de lessen comedy, is om me veel minder af te vragen wat een ander van me wel zou kunnen denken. En mijn grootste doelstelling is dan dat stemmetje in mijn hoofd op pauze te kunnen zetten. En veel meer vrij te voelen tijdens het spelen. En dat leren we allemaal van één man, Thomas Schmidt. We waren al grote fans, maar nu zijn we nog grotere fans. We waren fascinerend en geïnspireerd. Die fascinatie die houden we wel voor ons. Ja, sorry.